Goedenavond mensen, wij zijn afwachtend op de komst van twee burgemeesters. Onze burgemeester uit Delft is aanwezig en onze nachtburgemeester is aanwezig. Want het is tevens de voorzitter van deze organisatie. Ik zie al wat mensen deze kant uitkomen. Mensen, we hebben een hele goede avond en we hopen dat het een hele prettige avond gaat worden. En ook voor heel Delft. Het weer werkt in ieder geval hartstikke mee. En de nieuwe burgemeester van Delft werkt ook gelijk in eerste instantie heel goed mee. Die wil dus de opening hebben. Dus op verzoek hebben we gevraagd dat de burgemeester even een heel klein woordje wil plaatsen. Want het is toch een festival, jongens, wat in een 20 jaar of 19 jaar tijd toch aangegroeid is tot een festival wat deze weergaan die kan in Nederland. En zeker met onze programmeur John Svetloos, die heeft natuurlijk, ja, waar je allemaal gedaan had, ik weet het niet, maar elke keer heb je toch weer beentjes bij, denk ik, jongens, dan zijn we allemaal weer van de watertanden, wat een kwaliteit het elke keer is. En daar zijn we uiteraard zeer dankbaar voor. En daarbij, ik geef nu even het woord aan de burgemeester, voor het nieuws voor de route wegwaait. Ik vind het wel leuk dat de burgemeester hier vanavond aanwezig is. En dat ze voor het eerst mee kunnen maken wat wij allemaal organiseren. Op bloedgebied en daar zijn we natuurlijk op een gegeven moment ook publiek heel dankbaar voor, want jullie komen elke keer in grote getalen naar Delft toe. We zijn begonnen met 20 optredens, we hebben er nu 70, dus wat dat er gaat is het nog steeds een groeiend gebeuren. Ja? We kunnen daar van de burgemeester Maya bij te komen. Ja, hartelijk dank Leo. Ja, als Leo bij je langskomt en vraagt, wil je eventjes een woordje doen, dan kan je natuurlijk niet anders dan ja zeggen. Yeah. Ik kom net bij de Vesten vandaan, daar was het een hapje eten, een diner voor de bedrijven die de Vesten steunen, die ze support geven, altijd financieel, ook erg belangrijk. Want uiteindelijk moet cultuur moet kunnen draaien en soms kan het met een kleine bijdrage van de gemeente. U weet, dat moeten we allemaal heel bescheiden doen, want Delft moet zijn centjes heel erg goed besteden. Maar het is ook heerlijk dat er zoveel mensen zijn die dan ook vanuit bedrijfsleven zeggen, we geven ook support. En dat geldt ongetwijfeld ook voor dit festival, want niks voor niks in het leven. Ik ben ervan overtuigd dat vanuit de ondernemers hier in het centrum er dikke betrokkenheid is bij dit festival. En we zijn als Delft natuurlijk gewoon heel trots. Vandaag en ook morgen en overmorgen kleurt Delft gewoon blauw. En is het hele binnenstad is gewoon een festivalterrein. En Leo zei het net al, fantastisch. 70 optredens op 35 plekken door de stad heen. Natuurlijk hier die oude Jan waar het ooit begon, maar uiteindelijk door de hele binnenstad heen kunt u allerlei manieren van blues beleven. Chicago blues, Delta blues, de boogie woogie, alles, rock'n'roll, alles vindt er plaats. En voor iedereen is er wat te vinden. En dat is natuurlijk fantastisch. Zo bruist Delft, zo bruist de binnenstad van Delft. En dat is echt wat we nodig hebben in onze mooie stad. Een grote diversiteit aan activiteiten, maar vooral veel gezelligheid, ontmoeting, plezier en veel muziek, cultuur. Dat past bij ons. Helemaal. Ik wil toch wel even zeggen, het is slechts een hele kleine groep die uiteindelijk dit organiseert. Samen natuurlijk met degene die ruimte bieden voor die optredens, die 35 locaties. En ik wil graag een heel groot applaus voor die kleine groep vrijwilligers die al 19 jaar lang dit prachtige bluesfestival in Delft mogelijk maken. Groot applaus! Echt fantastisch! You for my own.
En hier is gewoon een liedje van mijn grootvader, Mr. Jimmy Reed. I say, come on now, woman in this house so fine. I wanna love you all my time, come on. I wanna love you big, well you know that I'm fool about you. I say, come on now, woman in this house so good. I wanna love you best that I could. I wanna love you. Thank you.
volgende nummer is de brug. Is een brug tussen blues en country. Ja.